ambassade dus ontvangen. En we hebben dus 25.000 handtekeningen tegen de commerciële zeeljacht achtergelaten daar. En we hebben onze bezorgdheid namens de Nederlandse bevolking uitgesproken. En de oproep om er een einde te maken aan de jacht. Nou, dat is geweldig, toch? Dat is in ieder geval een poging. We zijn natuurlijk hartstikke blij dat er toch een grote groep mensen ook vandaag aanwezig is om een proteststem te laten horen. En ik denk dat het belangrijk is om de druk op Canada op te voeren. En wij staan er niet als enige Nederlandse club nu. Er wordt in 26 landen over de hele wereld vandaag actie gevoerd bij Canadese ambassades. Dus de druk op Canada wordt wel steeds verder opgevoerd. Dat is een goed teken. Ja.